En deze man heeft nachtdienst gehad. Maar volgens mij zit hij nog steeds een beetje in zijn eigen nachtdienst, want volgens mij is hij nog niet wakker. Dus ik ga eens even aanbellen, eens even kijken of hij al wakker is. Hey, kijk eens, daar is de man. Daar is de man. Hij is toch wel wakker. Oké, okay. Vriend, hou jij eens even je wafel dicht. Hey, Rexy. Ik heb een waak op meegenomen, vriend. Yo, Rexy. Hey. Vriend, ja, hoppa. Wat heb je mooi... Terug. Hey, Rexy. Terug jij. Die is weg. Hoppa. Ik heb een mooie snoer, baard, alles. Ah jongens, dat lijk ik een beetje... dat lijk ik een beetje volwassener, zeg maar. Ja, 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 goedemiddag. Ja, ja. Oké, nou, dat is het voor vandaag. Nee, oh, okay. Helaas niet. Ik heb een paar andere spullen, maar niet, niet te veel. Niet te veel, hè? Gelukkig wel iets meer dan met jou, maar. Helemaal goed, man. Ja, toch, we zijn er. Ik heb er echt zin in. Ja, man, ik ook, man. Twee nachten hebben we gaan rammen. Twee nachten we gaan leuk, jongens. We gaan. Wat heb je gedaan? Jij bent op je bek geslagen, hè? Nee, ik maakte een omhaal en toen trapte ik met mijn knieën in mijn eigen gezicht. Dat is niet appetijtelijk. Nee, hè? Maar goed, jongens, wat gaan we doen? We gaan. Ja, eigenlijk, we moeten eigenlijk nog een beetje overleggen wat we gaan doen. Maar we gaan meerdere wateren afvissen, zowel. Ja, wat struinend werk en s'nachts gaan we even kijken of we ergens mogen vissen waar we misschien niet helemaal mogen vissen. Maar goed, nee, ik denk wel dat we een aantal vissen kunnen gaan vangen. Ik denk dat we moeten inspelen op weersomstandigheden, gewoon moeten kijken wat goed is. En dus onze waakhond gaat ook gewoon mee. Dus, en Rexy, heb je er zin in? Ja, lekker, lekker bijten. Ga je spelen? Oké, okay, jongens. Voortband. Let's go. Spullen erin, gaan met die banaan. Het leven wordt gehaat. Het leven wordt zeker gehaat. Maar we blijven positief. Ja, vriend. We komen er wel nog een paar kilometer. Dus dan gaan we lekker vissen. We gaan zeker vissen. Snel surfen. Hey, daar is hij hoor. Hey, boodschappen zijn gedaan. Ja, man. We hebben spulletjes gepakt, hè. Ja, toch. Aangekomen bij jouw huis. Goud, man. En wat gaan we nou? Hondjes even een plasje aan doen. Ja, wat gaan we doen? We gaan even lekker burgers bakken. Lekker burgertje, je kent het, je kent het. Uiteraard. En dan, dan gaan we struinen eventjes. Hè? Dan gaan we even struinen, alle spullen klaarmaken en dan gaan we vanavond lekker knallen. Ja man, sowieso. Ja, toch. Sowieso. Hey, weet je waar het gaat? Daarna gaan we nachtje op de zones waar de vis zit. Yes. We hebben net voor de supermarkt al een paar vissen kunnen spotten. Ja, klopt. Ja. Voordat we naar de supermarkt gaan, hebben we al even een rondje gereden. Hebben we al vier vissen gespot. Dikke spiegel. Ja jongens, dus het komt echt helemaal goed. We hebben er super veel vertrouwen in. We kunnen het rustig aandoen, weet je, 9 van de 10 keer is het overdag niet zoveel. Het is nou echt ziekelijk warm. Ja, het is echt warm. Ja, het is echt warm, in één keer gewoon, hè. In één keer is het... Maar het mag ook wel een keertje. Kijk, deze broers hebben even zijn zomeroutfitje ook. Ik ben helemaal, kijk hier, lekker palmboompjes op mijn t-shirt, is toch lekker? Lekker wel waaien, hier. Hartstikke. Oké, jongens, we gaan even gauw wat burgertjes bakken en dan gaan we vissen. Let's go. Oké, we gaan even burgers bakken, want dat kan natuurlijk, maar we gaan niet van die skere burgers die hun altijd langs de waterkant hebben. Helaas, we gaan het nu even goed doen. Grote mannen, big business. Zo is het, we gaan even culinair die hamburgers bereiden. Kijk, culinair. Ik zal je gelijk even een snelcursus geven. Want die burger, die moet je aan één kant moet je die natuurlijk dicht schroeien. Het kan natuurlijk niet zijn dat je die onder een tosti-ijzer dondert, zoals jullie altijd doen. Kijk, het gaat erom dat die burger dicht geschroeid wordt. Je ziet het, hij is nu aan één kant goed dichtgeschroeid. En je moet goed wat boter gebruiken. Goed wat boter gebruiken, waardoor het vlees kan garen in het vet van de boter. Snap je? Gaf, gaf met in die boter. Geloof me nou, die burger die wordt echt en wel healthy natuurlijk, hè. Lekker, ja, healthy. Lekker, ja. Want de vissen liggen nu vanaf het kanaal op de struinroutes. En ik weet niet of die al online is gekomen tegen de tijd dat deze video online komt. Maar er zit wel echt een zieke verrassing in. Dus het is een nieuw PR toch? Een nieuw PR aan de oppervlakte met een korst. Hé jongens, laten we gaan. En we gaan even brood halen. Kijk, uiteraard mag deze jongen natuurlijk niet opbreken, de spotplangen. En hij is zeer vlotjes. Dat wel. En dan gaan we gewoon lekker. Lekker rijden. Oh. En daarna gaan we lekker voeren. En daarna gaan we voeren op het kanaal. En dan gaan we ook weer op het kanaal zitten. En we hebben in ieder geval gevoerd voor morgen. En ik heb gisteren en eergisteren ook gevoerd voor de plek van vandaag. Dus ja jongens, echt. Het gevoel zit sky high. Daan, wat denk jij ervan, Pik? Ja, we gaan sowieso van. We gaan sowieso van. Ik heb er zin. Let's go, yes. Yo. Dames en heren. De Amsterdammer en de Westlander. Hoppatee. We hebben brood mee, we hebben brokken mee. En hoppatee. Goed pas. Goed geweldig. Hartstikke idee. En natuurlijk. Een koud stiertje. Even lekker opladen. Alsjeblieft, jongen. Hoppakee. En ja, jongens, we gaan gewoon vissen. Het gaat echt lukken. Het vertrouwen zit torenhoog. Echt torenhoog, jongens. Derde keer dat we bij de supermarkt zijn. Ja, sorry, we moesten eerst eten halen, toen nog brood halen, toen nog brokjes halen, toen nog dit en dat en het honden brengen. En dan deed ik van allemaal, hé, jongens. Maar we gaan. Het is nu de tijd, de schemering verspreidt. En ja, vis op het wijd. En gaan met die mensen. Ja. Wat vis, jongen! Jongen, jongen, jongen. Oh, oh.
Wat heb je gedaan? Ja, de emmer is omgevallen. Nou, doen we het gewoon zo. Maar ze zitten onder de zalmolen, dus. Lekker man. Ja, ze zijn een stuk voorzichtiger. Ja, weet je, het zijn kanaalvissen. Die kanaalvissen die zijn natuurlijk niet gewend om. Oké, jongens, we hebben een wrappie eromheen gedaan. Kijk, we gooien gewoon die bak lekker vol. Lekker paar handjes. En een scherp onderlijntje. Een wrap eromheen vanwege de kreefjes. Doe dat dingetje even. Juist, het is perfect. Perfect dan. Nog een handbolle erop. Nog een handje. Handbolle erop. Zou het genoeg zijn? Nou, ik denk het wel. Nou, nog een beetje erop. Nog een klein beetje. Hoppa. Kijk, lekker. Wat dat was smullen, joh. Helemaal goed. En maat, is je hengel. Oh! En dat staat ook nog op. Dat staat ook nog op. Oké, opnieuw. Zat je beugel open? Yes, beugeltje zit open. Daar gaat hij dan. Yes. Onze soldaat. Lekker man. Zo, kijk mijn hengel. Hoe schiet die staat. Oh, je ogen. Ja, dat is kwaliteit. Ik kom het even met de telefoon. We zijn er net thuis. We hebben een nachtje gevist op het kanaal. En we hebben gewoon niks gevangen. We hebben een dubbelrun gekregen om 2 uur 's nachts. En allebei gelost. Ja, je raadt het niet, maar... Is het Daniel? Het is ook niet te geloven, hè? Hoe ken het, jongen? Hoe ken dit? Ken het? Ik heb het nog nooit meegemaakt. Echt tegelijk gewoon... Daniel kreeg een zieke fluiter. Echt, de hengels in de kom en in één klap... Jij was aan het drillen al, hè? Ik was aan het drillen, jij kwam naar buiten. En in één keer ging die van mij, jongen. Nou, jongens, ik hoop gewoon dat we er nog wat gaan bijvangen. We gaan vannacht weer naar een grote stuk kanaal toe. Waar we hebben voorgevoerd. Waar we hebben voorgevoerd gisteren, waar jullie gezien hebben dat die, hebben, yes. Dat die hele emmer omviel. Maar ik ga eerst eens even een beetje douchen, eventjes... Even de tandjes poetsen, en dan boodschappen doen, apenkaartje. Apenkaartje moeten we doen. We moeten nog eventjes een klein onderdeel van de keuken halen. Want kijk hier, zie je, dit moet wel even gebeuren. Alles met een fruitje, boos, krijg je billenkoek. Dat vindt de vrouw fijn dat ze terugkomt. En jongens, wat vinden wij hiervan? Ja, dat vinden we echt zaad. Zo'n spierenkorper. Hij slikt hem in, hij slaat een haak uit zijn bek. Het is echt ongelooflijk. Jalas, we gaan naar huis. Het is echt ongelooflijk. We lopen net naar de auto toe. We lopen hier onder de kant, pats, weer een vis weg. Hier worden we echt niet vrolijk van. Maar goed, verkassen maar. Zo, nou de camera staat goed. En we vissen vanavond op een kopje van een kanaal en op het randje van de Vago. Nou, Ruben is er vast aan het bijvoeren. De hengels worden klaargemaakt. En we vissen vanavond op een echt super groot kanaal. We moeten de voer alweer inpakken. En dat niet zonder reden, omdat Ruben om 9 uur 's ochtends zijn auto moet laten keuren voor de APK. Dus de theorie is dat de vis er zou moeten liggen. We hebben vannacht niks gevangen, maar laten we hopen op een wondertje. We gaan ervoor, we doen hard ons best. We hebben eten besteld, we gaan ervan. Hey, kijk eens wat een held. Lekker hè vriend. Twee kapsalons voor de baas hè. Hard gewerkt, hard smikkelen. Heel lekker. Hij heeft best een buikje hoor. Ja, hij heeft een buikje ja. Oh, wat is dit? Ja, hij is nog niet binnen hè. Hij is nog niet binnen. Zo. Yeah. Kijk, dat is wat blunt. Nou, vriend. Wat is dat hier? Het is een beste vis hoor, maat. Echt een goede vis. Prachtig. Het is eindelijk zover, hè? Het is eindelijk zover, jongens. Kijk eens. Prachtige kanaalvis. En wat hebben we hier? Wat de fuck? Ja. Prachtig. Heerlijk. Heerlijk. Fantastisch. Helemaal top. Echt lekker dik, goed vol. Hij heeft ook echt een mooie kleur, hè? Hij is prachtig. Hij is echt prachtig. Zo, nou. Yes. Bijna 30 uur vissen. Goedemorgen jongens. Zo, echt bij het ochtendzonnetje, we zien er niet uit. Oh jongens, we zijn echt net 5 minuten wakker. Het is 6:30 ochtends. Nou, we staan net op die tent. Zo, jij hebt echt mazzel vriend, er komt echt een schip aan, een zielschip. Oh, ook echt lastig. Maar we zijn lekker aan het drillen, ik draai even de camera op. Echt last minute, we gaan over een kwartiertje naar huis. Wat een mazzel vriend, wat een mazzel. Kijk die boot dan, moet je die boot zien. Oh, met een visje eraan. Het kan niet mooier. Zo, nee. Lekker man.
Ja, dit is geniet. Kanaalvisserij, jongens. Het is zo'n geluk. Ja, ja. We gaan zappen. Ben je blij? Ik ben heel blij. En hoe dat van huis? Ja, over 10 minuten. Dan gaan we over die vis in de... Lekker natte mat in je auto. Lekker voor de apenkaartje. Lekker man. Alles voor de apenka. Ik zou blij zijn. Ja, yes, dames en heren, daar is hij. Kijk eens. Vis met potentie. Prachtig man. Ik denk dat hij toch wel de 10 kilo had, hè? Ja, het is een mooie vis. Maar ja, wat maakt het uit, de kanaalvrijderen. Hij was sterk, hè? Prachtig. En niet 48 uur voor niks gezeten. Kijk hoe lang die is, gek. We hebben mooie foto's geschoten, hij mag zo weer zwemmen. Mooi in het ochtendzonnetje. En dan gaan we weer naar het Westland, dus kwart over 7 ochtends. Geef me even een kusje. Ja. Even een kusje. Oké. Okay. Nou, de mat dan zo ligt allemaal weer in de auto ertussen, de mat. We doen het even zo. De derde keer hier komen en flinke vis. Lekker man, onze sessie is geslaagd erin. Hij is zeker weten geslaagd. Fantastico, heerlijk. Strijders, we zijn er weer. Yes, kijk eens, we zijn weer. Oh, is een mooie Westland. We zijn er weer, alle spullen uitgeladen. Luister dan, geen vliegtuig, helemaal niks. Lekker rustig. Ja, lekker rustig hè. Yes. Yes, daar zijn ze weer. Yes, dames en heren, we zijn er weer. De sessie zit erop, we hebben weinig gefilmd omtrent uitleg, montage zit en dat, maar het was allemaal vrij simpel. Yes, hier basis. Nou met de telefoon gefilmd, mocht de kwaliteit wat minder zijn. Ja, oh, sorry. iPhone 8. iPhone 8. Ja, hoop ik een beetje goed is, met een beetje comfort natuurlijk, want Sony en Apple gaan natuurlijk niet samen. Maar ja, nee, op zich hebben we een lekkere sessie gehad, mooie kanaalvideo. En ja. Ja, ik hoop dat jullie genoten hebben van het kijken. Echt lekker, en de laatste paar minuten gewoon alsnog nog even een vangen. Blank saver, even een blank lekker. Saver. De eerste vis op het water, het grote mannenwater. Ja, het echte mannenwater. Ja, ja toch? Man. Vond je nou een leuke video? Vergeet dan niet even een blauw duimpje omhoog te doen. 100%. Abonneer zeker voor meer. Check even het kanaal van Ruben, Ruben Carp Live. 100%. Link in de beschrijving te vinden. Abonneer ook even op hem. 20.000 abonnees voor het einde van het jaar. Alle kopjes kaal, je weet het. 5.000 abonnees is ook kaal. Ik doe met de mannen mee, want ja, laten we het maar hij gewoon gek, doen. Hij is gek, hij is helemaal gek. Oké, okay, we gaan het kijken, later!